Goeie aanval. Met Obdam, die wordt neergelegd door Wijnands. Er wordt een voordeel gegeven door Van Egmond. En daar profiteert heel goed Smeets van. Het is 0-1 na 30 minuten spelen. Verrassend genoeg. Want Volendam gaat gewoon door. En let op dit doelpunt. Een aanval van Volendam. En Vierklauw kopt hem. Fraai in eigen doel. Triest voor Vierklauw, maar wel 0-2 na dik een half uur spelen. En dat na 4-0 vorige week bij Ajax. Dus in de tweede helft gaat het publiek zich ermee bemoeien. Dit is trouwens nog de eerste helft. Met een kans voor FC Utrecht. En de zijkant van de paal wordt geraakt. Dan die tweede helft. 0-2 achter. Kistenmaker aan de zijne moeten wat. Het is Boussata met een goede beweging. En de goal is er van Hernandez. Prima doelpunt. 1-2. 67e minuut. Dan 3 minuten voor tijd. Een scrimmage. Van de net schiet en invaller Graanoost maakt 2-2. Een puntje voor FC Utrecht dat toch heel, heel slap speelde. He, Simon Kistenmaker? Wat de ploeg bezielde, ik weet het niet. Ik heb ze zelden zo slap en zo afwachtend zien spelen. En ik denk dat de goals die we tegenkregen kenmerkend waren voor de manier waarop wij voetbalden.